1965. Het is het jaar waarin deze beelden nog zijn gemaakt van de Sint-Michaelskerk. Hij was weg voordat je er eigenlijk erg in had. Ik denk dat ze er gewoon totaal geen waarde aan hebben gehecht. Aan die hele neogotiek dat... Ach, misschien vonden ze het wel kitsch. De kerk stond midden in het historische centrum van Zwolle. Op de plek waar nu de V&D staat. In de jaren 60 moest alles wijken voor het winkelcentrum dat nu als het lelijkste van de stad wordt gezien. Bij de sloop hebben veel Zwollenaren nog zoveel mogelijk proberen te redden. En dat kun je zelfs nu nog overal terugvinden. Dit is de kop van Thomas à Kempis. Zoals die ooit op het monument zat in de Michaelkerk. En mijn vader ging naar de slopers, maakte een deal met ze. Jullie een kratje bier, ik de kop. Nou ja, hier ligt hij. De hoofden van de heiligen liggen verspreid door de stad nog steeds bij mensen thuis. Maar ook de glas- en loodramen uit de kerk worden gekoesterd. De sloop is voor sommigen nog steeds een open wond. Dat de kerk nu genomineerd is voor de verkiezing van mooiste gesloopte kerk van Nederland is dan ook wel wrang. Moet je er nou trots op zijn dat jij de mooiste kerk hebt die gesloopt is? Het is zo volstrekt tegenstrijdig met elkaar. Maar ik denk wel dat het goed is om de geesten weer scherp te houden en zeggen van dit mag dus nooit meer gebeuren. En niet alleen niet in Zwolle, maar gewoon überhaupt mooie monumenten slopen. Niet in Zwolle, maar nergens. Denk er eerst eens goed over na en ga kijken of je een andere invulling kunt vinden voordat je de hamer erin gooit. Echt.